Welkom en leuk dat je luistert naar de Revival & Ministry podcast. We maken geloofsopbouwende content voor voorgangers, leiders, sprekers en bedieningen om je te bemoedigen en toe te rusten in de roeping die God voor jouw leven heeft. Ik wil het namelijk gaan hebben over het financieel vergoeden van predikers, voorgangers en bedieningen. En wat de Bijbel er eigenlijk over zegt. Nou, onze Nederlandse cultuur is best wel een Calvinistische cultuur. En een zuinige cultuur. En onze Nederlandse cultuur is sowieso niet echt een eercultuur in het algemeen. Ook geen cultuur waarin bepaalde beroepen heel erg geëerd worden of bepaalde status kennen. Maar zeker niet beroepen zoals een predikant, dominee, voorganger, evangelist, mensen in de bediening, mensen die het woord van God verkondigen. Dat zijn geen beroepen in het algemeen al in Nederland waar heel erg veel respect voor is of waar die geëerd of gewaardeerd worden. En in tegenstelling tot sommige andere landen. Als ik bijvoorbeeld in Nederland, ik heb geen kerk, ik ben geen voorganger, ik zit in de bediening. Als ik in Nederland moet uitleggen aan mensen wat ik doe, heb je daar best wel een heel verhaal voor nodig. Ja, maar wat is dat dan precies? Het woord bediening kennen mensen niet. Ik predik Gods woord. Oh ja, maar heb je dan geen kerk? Nee, we zijn geen kerk. Terwijl even als contrast, weet je, mensen, maar dat is toch raar. Dat is toch raar, zeggen mensen dan. En dat is iets wat in het algemeen in de maatschappij leeft. Terwijl, als ik bijvoorbeeld naar Amerika ga en ik kom op het vliegveld aan en ik heb daar een huurauto nodig en die mensen vragen, wat leuk, wat komt hier doen? Als ik daar zeg, I'm in the ministry, dan gaan mensen meteen gaan rechtop staan. Thank you for serving our country. God bless you with the ministry, sir. Is there anything else I can do for you? In één keer is daar een enorm eer en respect naar de bediening toe. En ik heb dat een aantal keer meegemaakt, ook in, ook op andere gebieden. Bijvoorbeeld dat ik altijd als ik in Amerika ben, nu ga ik heel kort of zo kort mogelijk, omdat we inmiddels 3 kinderen hebben. Femke is voor de 4e keer zwanger, dus qua tijd is reizen al zo kort mogelijk. Vaak de dag dat ik spreek aankomen, weer zo snel mogelijk weg, gewoon omdat de tijd beperkt is. Maar voorheen, voordat we kinderen hadden, reisde ik vaak 2-3 weken naar een bepaalde staat om daar in verschillende kerken te preken. Nou, altijd als ik daar ben, hou ik ervan om een beetje te blijven bewegen, fit te blijven, te sporten. Dus vaak zoek ik een sportschool op in de buurt. Nou, de eerste keer dat ik daar naar een sportschool ging, ik sliep bij iemand thuis. Die had een heel appartement in zijn huis voor gasten. Daar sliep ik. Op een gegeven moment zei ik, joh, ik wil graag naar de sportschool. Is er een sportschool in de buurt? En hij zei, ja, kom, we gaan samen naar mijn sportschool. Dus hij zat er op een sportschool in de buurt. We rijden er naartoe. Ik kom eraan hij loopt naar de balie toe waar de eigenaar staat. En hij zegt, weet je, dit is Tom, die slaapt bij ons het gastenverblijf. En dan zegt hij, he is in the ministry, he is a preacher, he is preaching in different churches in the area. En meteen, die eigenaar van de sportschool, thank you sir for visiting our country, thank you sir for serving God, thank you for being in the ministry. En al zijn personeel haalde die op uit heel de sportschool, die moest mij allemaal hand geven. Bedankt dat u God komt dienen in ons land, bedankt dat je God komt dienen in ons land. Denk er maar niet aan dat je hoeft te betalen, weet je wel. En in één keer een enorm respect voor de bediening. En een andere keer kwam ik in was ik in een andere staat, wilde ik ook naar de sportschool toe. Dus ik zocht een sportschooltje via Google Maps. Was een klein sportschooltje. En ik was daar 2 of 3 weken. Dus ik wilde een abonnement hebben voor 2 of 3 weken. Zodat ik niet elke keer los hoefde te betalen. Dus ik liep naar die eigenaar toe. Was een mevrouw. Dus die eigenaresse. En ik zei, oh, ik wil even een abonnementje hebben voor 3 weken. En ze zei, oh, kom maar mee naar mijn kantoor. Dus ik zit bij haar in het kantoor. Formulier in te vullen om lid te worden. Voor korte tijd. En terwijl ik dat aan het invullen ben met mijn betaalgegevens, et cetera, vraagt zij aan mij, waarom bent u eigenlijk in Nederland? En ik zeg, oh, I'm in the ministry, I'm preaching in different churches. En meteen die vrouw, haar blik, ze schrikt. Ze pakt dat formulier terug, ze zegt, Sir, I'm so sorry I was going to charge you. Sorry dat ik u liet betalen. Dank u dat u naar ons land komt. Thank you for preaching the word of God. Weet je, en ze zegt, ze pakt de sleutel van de sportschool. En dit was geen 24 uur sportschool. Ze pakt de sleutel van de sportschool. Geeft ze aan mij. Ze zegt, hier heb je de sleutel van de sportschool. Je mag trainen wanneer je maar wil. Je mag trainen zo vaak je wil. Je mag trainen zolang je wil. Als je weer terugvliegt naar Nederland, daar en daar woon ik. Gooi je maar door de brievenbus heen. Dank je wel dat je God komt dienen in ons land. En nou, als je zo'n reactie krijgt van iemand, verwacht je dus van, nou, die persoon die is vast zelf wedergeboren christen, gaat naar de kerk, weet je wel. Dus ik vroeg haar, ik zei, oh, ga je zelf ook naar de kerk?
Ze ging nooit naar de kerk. Maar er zat zo'n vrees en ontzag eigenlijk voor God in. Dat mensen horen heel dag, God bless America. Mensen zijn zo opgevoed met dat beeld. En er is een respect voor predikers, voor voorgangers, voor bedieningen. En dat zie je terug in allerlei facetten van de maatschappij. Nou, waarom haal ik dat aan? Om even een contrast aan te halen met de Nederlandse cultuur. Ik ben maar een aantal keer, een keer of 6, 7 in Amerika geweest. Maar overal waar ik kom, maak ik dat mee. Nou, ik woon al heel mijn leven lang in Nederland. En hier heb ik nog nooit iets meegemaakt wat er ook maar een heel klein beetje op lijkt. Hier is het vaak een totaal verkeerde reactie. Wat doe je? Wat gek. Weet je, mensen reageren gewoon, mensen kijken op je neer. Mensen denken wat raar, wat vreemd. Moet je niet gewoon werken? Moet je niet een normale baan hebben? Een totaal andere reactie, omdat we een totaal andere cultuur hebben. En dus dat geef ik even aan om het contrast aan te halen. Nou, ik wil dus spreken over het financieel belonen, het financieel vergoeden van predikers. Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, waarom ga ik hierover spreken? Ik loop er al een tijdje mee rond om hier gewoon een keer een losse uitzending over te maken. En nu kwam goed uit, omdat ik kom net uit de conferentie. Volgende week ben ik er niet, ben ik even een week vissen in Frankrijk met vrienden. Dus volgende week doet Stefan weer Voice of Faith. Dus ik had nu 1 losse week ertussen om dit te doen. En ook op onze conferentie gebeurde afgelopen zondag iets bijzonders. Daar werd ik op een bijzondere manier gezegend. Voor degenen die erbij waren, die weten het. Waardoor ik dacht, het is ook goed om hier eens een keer wat onderwijs over te geven. En daarnaast, omdat ik dus gewoon merk dat er in Nederland heel veel onwetendheid over is. En dat ook wel cultureel gevoelig ligt. Maar dan juist willen we weten, wat zegt het woord van God erover? Dus ik wil je uitdagen om het woord van God erbij te pakken. En waarom? We willen niet ons gevoel laten prediken. We willen ook niet onze traditie, niet onze cultuur, niet onze eigen ideeën. We willen het woord van God laten spreken hierover. En als ik hierover spreek, wil ik beginnen met het oplossen of eigenlijk het behandelen van 3 misverstanden. Waar je, als het gaat om het financieel belonen van predikers, 3 misverstanden die er altijd heersen. En het eerste is, en deze reactie kwam meteen als eerste op de Facebook post, het evangelie is gratis. Dus een prediker moet niks krijgen. En daarbij citeren mensen Matteüs 10, vers 8. Daar staat namelijk, genees de zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Dus zeggen mensen, zie je wel, je hebt voor niks ontvangen, geef het voor niets. Het moet gratis zijn, dus een prediker mag niks krijgen, mag niks vragen. Maar als we verder lezen, staat er dit. Voorzie u niet van goud, zilver of koper geld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of 2 stel onderkleren, of sandalen, of een staf. Ze mochten niks meenemen. Waarom? Want de arbeider is zijn voedsel waard. Dus, eventjes over deze tekst. De essentie hier is uiteraard, het evangelie is gratis, dus geef het om niets. Dus wat Jezus hier neerlegt is, je mag niks vragen voor het delen van het evangelie. En dat is 100% waar. Dat is zelfs waarom wij niks rekenen voor onze boeken. We rekenen niks voor onze conferenties. We rekenen niet eens iets voor onze Bijbelschool. Zelfs niet eens voor onze Voltaart Bijbelschool. Niks voor onze campagnes. Alles wat we doen is gratis. Wij hebben het om niks ontvangen en we geven het om niks. Tegelijkertijd, het evangelie is gratis, maar het brengen ervan niet. Ik kan niet een drukkerij opbellen en zeggen, hey jongens, ik heb weer 200.000 boeken nodig, maar het moet wel gratis, want het is voor het evangelie. Ik kan niet naar de eigenaar van dit pand gaan en zeggen, hey, ik heb dat pand nodig, maar ik kan er niet voor betalen, want het is voor het evangelie. Dat is niet hoe het leven werkt. Hoe werkt het dan? Jezus zegt, de arbeider is zijn loon waard. De arbeider is zijn loon waard. Dus Jezus zegt, je deelt het gewoon uit en mensen zullen vanuit zichzelf terug gaan geven. Dus deze tekst is niet bedoeld zoals die vaak gebruikt wordt. Geef het om niets, je mag niks krijgen. Nee, deze tekst, mensen hebben niet verder gelezen. Mensen die het ontvangen, zouden juist terug moeten geven. En waar deze tekst over gaat ook, is dat naar ongelovigen mag je niks rekenen voor het brengen van het evangelie. En daar is Paulus ook duidelijk in.
1 Korinthe 9. Gaan we straks nog wel lezen. Waar Paulus zegt, als hij ergens komt, dan wil hij niet die mensen lastigvallen. Hij werkt gewoon zelf. Hij kon niet als apostel naar een nieuwe plek gaan, maar niemand gelooft. Mensen kennen Christus niet. En dan zeggen, hé jongens, ik kom wel Christus verkondigen, maar ik wil er wel geld voor hebben. Zo werkt het niet. Dus daarom had Paulus een eigen business, zoals als hij naar een totaal nieuwe plek ging, waar ongelovigen waren, dat hij geen geld van hun nodig had, maar gewoon zelfvoorzienend was. Nou, deze tekst trouwens, omdat Jezus zegt, voorzie je niet van goud, zilver of koper geld in uw gordels, toont ook niet aan dat een prediker niks mag hebben. Dat zeggen sommige mensen ook. Ze mochten geen geld meenemen, dus een prediker mag geen geld hebben. En ik maak wel eens de grap van kerken die bidden, Heer, als u hem nederig houdt, houden wij hem arm. Maar dat is niet wat Jezus hier zijn discipelen leert. Kijk maar in Lucas 22 vanaf vers 35. Lucas 22 vanaf vers 35. Daar zei hij, en hij zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden aan niets. En hij zei dan tegen hen, maar nu laat wie een beurs heeft hem meenemen. En evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Dus Jezus leerde ze eerst om in geloof te leven als ze helemaal niks hadden. En toen ze dat konden doen, zegt Jezus, oké, nu kan je er ook mee omgaan als je wel hebt. Dus Jezus zegt, laat mensen juist een reiszak meenemen. Laat mensen juist een portemonnee meenemen, een beurs meenemen. Dus hij leerde ze om te gaan, zowel volledig uit geloof te leven als ze niks hadden, als uit geloof te leven als ze wel wat hadden. Nou, ook wat belangrijk is sommige mensen zeggen, ja, maar de parkeerwacht krijgt toch ook niks, waarom de prediker wel? Omdat er een verschillende geestelijke autoriteit, zalving en verantwoordelijkheid zit tussen het zijn van een parkeerwacht of het prediken van het woord van God. Een prediker van het woord van God zal een strenger oordeel ondergaan, zegt de Bijbel. In Jacobus hoofdstuk 3, vers 1. Daar zegt de Bijbel, je moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn. Wij zullen een strenger oordeel ontvangen. Dus er zit een andere geestelijke verantwoordelijkheid en mandaat bij het prediken van het woord van God. En het is juist een opdracht vanuit het woord van God om hen die het evangelie verkondigen te onderhouden. Twee teksten daarover die ik straks nog wel uitgebreider ga lezen. 1 Korinthe 9 vanaf vers 13, daar staat dit. Weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten van het heilige eten en dat zij die steeds bij het altaar verkeren hun deel ontvangen van de offers van het altaar? Dus de levieten uit het Oude Testament, die tempeldienst hadden waar de offers gebracht werden, die heilig waren, mochten zelf ook van die offers pakken. En als er een offer werd gebracht van dieren of graan, dan namen zij ook hun deel van de offers. Dus niet alles ging in rook op naar God. Een deel ging naar die levieten toe, zodat zij ervan konden eten. Zo, vers 14, heeft de Heere ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het evangelie leven. Wie heeft dit verkondigd? De Heer. God zelf heeft het ingesteld dat mensen die het evangelie verkondigen er ook van moeten kunnen leven. En sterker nog, de Bijbel zegt dat ze dubbel beloond moeten worden. 1 Timotheus 5 vers 17. Daar staat, laat de ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Vooral hen die arbeiden in het woord en in de leer. Mensen die het woord van God prediken, moeten dubbele eer krijgen. En die dubbele eer is niet twee keer een complimentje geven in plaats van één keer, broeder wat goed, broeder wat goed. Nee, het gaat over het financieel belonen. Want, zegt de schrift, vers 18, een dorsende os mag u niet muilkorven en de arbeider is zijn loon waard. De beeld is hier een os die de oogst aan het binnenhalen was. Mocht je geen muilkorf opdoen zodat hij niks kon eten, die moest eten van de oogst. En de arbeider is zijn loon waard. En in die context zegt Paulus, degene die arbeidt in het woord en de leer moeten dubbel beloond worden. Dubbel beloond. Dus dit is wat het woord van God zegt. Dus het eerste misverstand is dat het evangelie is gratis, dus een prediker mag niks krijgen. Nee, dat is absoluut niet wat de Bijbel onderwijst. Wat ik ook vaak hoor, en zeker in het begin, nu minder, maar dat mensen zeggen,
Paulus had toch ook een baan ernaast? Waarom werk jij niet gewoon in een baan ernaast? Nou, twee dingen. Het is niet zo. Het eerste is gewoon, God heeft me niet geroepen voor een andere baan ernaast. Het is niet zo dat ik niks kan. Het is ook niet zo dat ik niks wil. Het is ook niet zo dat ik geen kansen krijg. Het is ook niet zo dat ik lui ben. Sterker nog, toen we net in bediening gestart waren, je kan het aan verschillende mensen navragen als je niet gelooft. Maar toen ik net met frontrunner startte, als ik niet druk genoeg was met prediken, ging ik meehelpen op de bouw, in de akkerbouw. Of in metaalwerk, als ik daar kansen kreeg. Omdat ik gewoon geloof in het principe van werken. De Bijbel zegt, als je niet eet, of als je niet werkt, zal je niet eten. Was niet omdat ik God niet geloofde voor voorziening, maar ik geloof dat het gezond is om te werken. Zelfs als God, als er wel een gift kwam of een uitnodiging kwam. Ja, ik was in het begin niet heel de weken mee bezig. Dus als ik een dag over had, belde ik een vriend van mij met een bouwbedrijf. Hey, donderdag staat er niks in mijn agenda, kan ik meehelpen? Gewoon omdat ik geloof in het principe van werken. Maar God heeft me niet geroepen om daarnaast te werken. En ik heb ook geen tijd voor een baan daarnaast. En bediening is geen part-time hobby. Het is een voltijd roeping. Ik werk veel meer dan 40 uur in de week. Vaak meer dan 50 en soms meer dan 60 of 70. Daarnaast hebben we 23 mensen hier op kantoor die meewerken. Terwijl ik dit zit op te nemen, zijn er meerdere mensen betaald aan het werk. Zitten er 10, 12 vrijwilligers mee te werken. Dus het is een armoede denken. Van je kan er toch. Mensen denken altijd in kosten besparen. In plaats van dingen goed doen en zo goed mogelijk doen. Hoe kan je meer mensen bereiken? Als je ergens vol tijd aan werkt. Of als je ergens een paar uur vrije avonden aan moet besteden. Sommige Nederlanders denken dat Jezus later in de hemel zegt. Goedkoop gedaan, trouwe dienstknecht. Jezus zegt tegen niemand goedkoop gedaan. Hij moet zeggen goed gedaan. Dus onze zorg is om dingen zo goed mogelijk te doen. Als je dat gelooft, zeg je amen. En mensen zeggen, ja, maar Paulus had ook een baan ernaast. Ja, en Paulus vertelt dat hij het recht had om niet te hoeven werken, maar dat hij geen gebruik maakte hiervan, zodat hij niet tot aanstoot zou zijn en zodat hij geen geld hoefde te vragen van de ongelovigen. Daarom zegt 3 Johannesbrief zegt ook dat de christenen verantwoordelijk zijn om reizende bedieningen te onderhouden, zodat zij niks van de ongelovigen hoeven aan te nemen. Kan je ook lezen in mijn boekje Leven door Geven. Laten we eens lezen 1 Korinthe 9 vanaf vers 6. 1 Korinthe 9 vanaf vers 6. Als mensen vragen hierover hebben, kunnen ze straks stellen. Of hebben alleen ik en Paulus geen recht om niet te werken. Paulus zegt dus, omdat hij in de bediening zit, haalt een recht om niet te werken. Dan zegt Paulus, wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Er is geen enkele militair bij het Nederlandse leger die zijn eigen salaris naar zichzelf moet overmaken. Dat wordt betaald door degene die hem uitzendt, de Nederlandse overheid. Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Iedere boer eet van wat er van zijn land afkomt. Wie waait een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Iedere boer drinkt van de melk die van zijn eigen koeien afkomt. Spreek ik dit naar de mens, vers 8, of zegt ook de wet niet hetzelfde? Want in de wet van Mozes staat geschreven, u mag een dorsende os niet muilbanden. Dus, nogmaals, een os die de oogst aan binnenhalen was, mocht je geen muilkorf op doen, zodat u er zelf niet van kon eten. Dan zegt Paulus dit. Zegt God dit alleen maar voor de ossen? Vers 9, in andere woorden, zit God bij het Wereld Natuurfonds en maakt zich heel druk over dat die ossen op tijd te eten krijgen? Of zegt hij dit om ons? Vers 10, jawel, om ons is geschreven dat wie ploegt in hoop hoort te ploegen en dat wie in hoop dorst het deel waarop hij hoopt hoort te krijgen. Vers 11, als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben. Dus Paulus zegt, we hebben het geestelijke gezaaid. We hebben het woord van God gezaaid. We hebben bediening gezaaid. Is het dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? Dus Paulus zegt, dan horen we ook het materiële te oogsten. Als anderen aan dit recht over u deel hebben. Dus andere predikers maakten wel gebruik van dat recht. Waarom wij het niet des te meer? Wij hier hebben hier geen gebruik van gemaakt, maar wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus.
Waarom deed Paulus dat? Hij kwam daar voor het eerst. Hij was de apostel. Hij kwam daar voor het eerst. En hij kon niet als eerste een stad binnengaan naar de ongelovigen en zeggen, hé, ik wil wel het evangelie prediken, maar jullie moeten me wel daar geld voor geven. Nee, dat werkt niet. Dus Paulus onderhield zijn eigen bedrijf en hij was volledig vrij. Daarnaast was hij zo ook volledig vrij van manipulatie. Dus niet een paar grote gevers konden hem sturen met wat er gebeurde in de gemeente. En dan zegt hij dat vers 13, weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten van het heilige eten en dat zij die steeds bij het altaar verkeren hun deel ontvangen van de offers van het altaar. Dat hebben we net uitgelegd. Zo ook heeft de Heer met oog op hen die het evangelie verkondigen opgedragen dat zij van het evangelie zouden leven. Dus, waarom heb je geen baan ernaast? Als God mensen roept voor voltijdbediening, horen ze te kunnen leven van de voltijdbediening. Nou, en nu het derde misverstand, dus ik ben drie misverstanden aan het behandelen, is mensen denken dat de bediening los te koppelen is van de persoon achter de bediening. En ik heb het dus over het financieel vergoeden van predikers en ik wil eigenlijk nog wat specifieker erop ingaan, dat namelijk dat het goed is om regelmatig bedieningen, voorgangers, predikers privé te zegenen, privé te geven en niet alleen aan hun kerk of aan de bediening. Omdat, waar heeft God de zalving opgelegd? Wie is echt de bediening? Dat is de persoon erachter. De persoon is de bediening. De persoon is de gave van Christus aan zijn lichaam. Efeze 4, vers 11 zegt, Jezus nu heeft sommigen gegeven als apostelen, profeten, anderen als evangelisten, weer anderen als herders en weer anderen als leraren, om de heiligen toe te rusten tot werk van bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, hij heeft sommigen gegeven als. De Engelse vertaling zegt, he gave some as gifts. Hij gaf die bediening, wat dus die persoon is, is een cadeau van Christus aan zijn lichaam. Een evangelist is een cadeau van Jezus aan zijn lichaam om mensen te winnen. Een apostel is een cadeau van Jezus aan zijn lichaam om nieuwe gebieden open te breken, nieuwe kerken te starten, nieuwe bedieningen te starten, dingen open te breken, cultuur te veranderen. Een profeet is een cadeau, is een gave. Die persoon is het cadeau van Jezus aan zijn lichaam om richting te brengen, om aanwakkering te brengen, om aanvuring te brengen. Een leraarbediening, zoals waar ik nu vanavond in functioneer tijdens Voice of Faith en in mijn boeken, is een cadeau van Christus aan de gemeente om de heiligen toe te rusten, om mensen sterk te maken, om mensen bekwaam te maken. Dat is een cadeau van Christus aan de gemeente. Een herder die bij de schapen is, een voorganger die voor de mensen zorgt, die de constant is, dat is een cadeau. Die persoon is een cadeau van Christus aan de gemeente. Nou, je kan niet verwachten dat je de persoon kan misbruiken en dat de bediening wel gezegend wordt. En daarom zeg ik, heel veel mensen denken, koppelen het een soort van los in hun hoofd. En daarom zie je bijvoorbeeld heel veel kerken die voorgangers slecht betalen, slecht vergoeden. Maar waar denk je dat God zijn zalving, roeping, gunst, zijn geest, zijn zegen oplegt? Op een logo, op een naam, op een KVK-nummer, op een stapel statuten, op een website of op de persoon erachter? Het antwoord is natuurlijk logisch. God zalft een persoon. God zalft niet dit logo hier van Frontrunners. Als we hier geen Frontrunners zouden neerzetten, maar Faith Ministries, Holy Ghost Ministries, whatever ministries. De zalving is hetzelfde, omdat de zalving ligt niet op de naam. De zalving ligt niet op het logo. De zalving ligt op mij als persoon. En als zouden we de website veranderen, zouden we statuten veranderen, zouden we andere KVK-nummer krijgen. Wat God zegent is de bedieningsgave. En door de bedieningsgave is de bediening gezegend. En dat is iets wat veel mensen niet snappen. Frontrunners zonder Tom de Wal is geen Frontrunners. Derek Prins Ministries zonder Derek Prins is geen Derek Prins Ministries. De openbaring, de zalving, de gave, de mandaat ligt op de persoon. Nou, waarom is dat belangrijk? Je kan een krachtige, pak de meest krachtige, groeiende, gezalfde, zielenwinnende kerk van Nederland. Haal de leidinggevende voorganger daar weg. Zet er een ander neer en kijk wat er gebeurt. Ik beloof je, die kerk die nu zo gaat, gaat daarna zo. Waarom? Omdat de zalving, de roeping, de mandaat ligt op de persoon. En hetzelfde geldt
voor een zwakke kerk of een zwakke bediening, waar je met weinig impact, met weinig vrucht, verander de persoon die het leidt en de bediening verandert. Omdat de persoon is de bediening. Nou, in Nederland heb je natuurlijk heel je organisatiestructuur nodig, je KVK, fiscaliteiten, statuten, al die dingen meer heb je gewoon nodig om hier te functioneren in de maatschappij. Maar wat zie ik in Nederland? En ik ga gewoon wat dingen noemen en ik snap misschien dat het gevoelig ligt. Maar ik zeg altijd, als je de kat tegen de haren instrijkt, moet de kat andersom gaan liggen. Dus misschien zijn er een aantal katten aan het kijken die beter andersom kunnen gaan liggen. Wat zie je in Nederland? En ik ga wat dingen aanhouden die echt tegen onze cultuur ingaan. Wat ik heel vaak zie, is voorgangers die gewoon slecht betaald worden. Die mensen geven hun hele leven, zijn dag en nacht beschikbaar, zijn in hun vakanties beschikbaar. Weet je, zijn constant al avonden van de week aan het vergaderen, door de week hard aan het werk, pastorale gesprekken, mensen begeleiden, teams begeleiden, preken maken, in het weekend paraat staan. Weet je, hun hele zondag is er altijd aan. Soms op zaterdag gemeenteuitjes, weet ik veel wat allemaal. En die gewoon slecht betaald worden. Zelf dingen moeten regelen. Weet je, ik kwam een keer in een kerk en ik zag die voorganger zitten in een kantoor, achter een keukentafel en achter een soort stoel waar ik nu op zit. Alleen dan nog slechter. En die zegt, heb je geen bureau? Heb je geen bureaustoel? Nee. Ja, nee. Dat wil de oudste raad niet kopen. Dus ja, we hebben toch een stoel. Er staat toch een tafel. En uiteindelijk, die persoon moest zijn eigen telefoon kopen, zijn eigen laptop kopen, zijn eigen auto kopen, werd slecht betaald. En mensen vragen zich af waarom de bediening niet gezegend wordt. Je kan niet trappen op het cadeau van God aan die gemeente en verwachten dat God wel de gemeente zegent. Dat is niet hoe het werkt. En zo vaak spreek ik ook. Ik sprak een keer, ik ga geen namen noemen, bekende spreker in Nederland, komt aanrijden echt in een oude auto. En ik weet de organisatie waar deze persoon voor werkt. En nogmaals, hij is dus de mandaatdrager, de zalvingdrager. Is voorspoedig. Dus ik zei tegen hem. Ik zeg, waarom rij je in zo'n auto? Ik zeg, weet je. Het bestuur heeft besloten. Dat pas bij 300.000 kilometer. Of hij moet echt helemaal stuk gaan. Of hij moet 600 jaar oud zijn. Dan mag ik een andere auto. En toen dacht ik, en het was zo'n contrast, omdat mijn jongere broertje, die MBO ICT heeft gestudeerd, die ging net ergens, die kreeg een baan. Weet je, die komt ergens aan, gewoon bij een bedrijf, en op de eerste werkdag. Kies een leaseauto uit, hier is een laptop van de zaak, hier is een telefoon van de zaak. Wil je die leaseauto? Ga maar naar de dealer toe, kies een nieuwe leaseauto. Over 2 weken staat hij op de stoep. Hoe kan het dat de wereld dat beter regelt dan de kerk? Weet je, het is gewoon armoede denken. Het is gewoon uitknijpen, bezuinigen, dingen goedkoop willen doen. Maar daarmee niet eren de gave die God geeft. Niet eren de persoon. En niet eren daardoor God. Weet je, en je moet ook bedenken, deze persoon waar ik het over heb, zit vele uren per week in de auto. Door het hele land heen om te spreken, om dingen te regelen. En uiteindelijk is het is gewoon niet eervol. Het is niet eervol. En zoals je soms spreek ik, nou, dezezelfde persoon ook. Ik zag zijn laptop. Man, dat ding draaide nog op DOS 3. Ik zei, waarom koop je geen nieuwe laptop? Ja, zijn we aan het sparen. Ik zei, gaan sparen? Je kan toch gewoon zo'n ding kopen op de bediening? Nee, ik moet mijn eigen laptop kopen. Er is niemand in het bedrijfsleven. Kan je je voorstellen dat ik tegen mijn jongens van de mediaafdeling. Je mag wel bij frontrunners komen werken, maar je moet even zelf heel de studio betalen. Je moet zelf je laptop. Dat doe je niet. En veel kerken behandelen wel hun mensen zo. En of salarissen uitmelken. Ik heb voorgangers die 6 dagen werken, 2 dagen betaald worden. En dan vragen we ons af waarom de gemeente niet gezegend wordt. En dat is niet hoe het hoort. En hetzelfde geldt met sprekersvergoedingen voor bedieningen. Ik hoorde ooit een man van God zeggen, iedere reizende bediening, zoals frontrunners is ook een reizende bediening eigenlijk, ondanks dat we ook een eigen gebouw hebben, maar komt op allerlei plekken, zou een aantal jaar voorganger moeten zijn. Nou, ik heb zelf ook jarenlang in leiderschap van een kerk gezeten, oudste team, van alles nog wat gedaan. Dus ik ken alle dynamieken van een kerk. Maar diegene zei, iedere reizende bediening zou een aantal jaar voorganger moeten zijn. En iedere voorganger zou een aantal jaar in de reizende bediening moeten zitten. Gewoon zodat je weet wat het is. Nou, ik snap, God roept je ergens voor. Maar je ziet ook kerken die reizende bedieningen uitmelken. Kom je spreken, krijg je
50 euro, 75 euro, 100 euro, 200 euro. Gewoon lage bedragen. En sommigen zeggen, nou, 200 euro, dat is, nou, dat vind ik wel een hoop geld. Vind je dat een hoop geld? Besef je wat iemand moet doen? Als mensen nodig je uit, kan je komen spreken over dit en dit thema. Je moet een thema 3-4 uur voorbereiden. Wil je er een uur, 3 kwartier voor de dienst zijn? Kunnen we hier nog even spreken? Kunnen we samen bidden? Je moet erheen rijden, 1,5 uur. Terugrijden, 1,5 uur. Dus heb je het al over met voorbereiding, 7 uur. Uur voor de dienst te zijn, 8 uur. Dienst duurt 2 uur, 10 uur. Je moet, weet je wel, na de dienst willen ze napraten. Je bent zo 11, 12 uur bezig. Krijg je 200 euro. Weet je, het is gewoon belachelijk. Dat je mensen daardoor voor durft weg te vragen bij hun gezin. En sommige mensen denken, nou, dat klinkt toch wel... Nee, het is schandalig. Het is schandalig. De meest eenvoudige beroep in onze samenleving, als die zichzelf verhuren als ZZP'er, krijgen ze nog meer dan we vaak mannen of vrouwen van God betalen. En de Bijbel zegt, ze zijn dubbele eer waard. Dubbele eer waard. Sommige mensen zeggen, ja, wat moet je dan doen? Geef ze een offer. Dat is waarom ik hou van offeren. Als je als kerk een bediening ontvangt, haal een offer op voor ze. Dan bepaalt God in welke mate ze gezegend worden. In plaats van dat een of andere chagrijnige Harry uit het oudste bestuur bepaalt hoeveel iemand krijgt. Ik hou er niet van als iemand anders bepaalt hoeveel ik krijg. We hebben het meegemaakt in kerken dat we daar een hele campagne deden of een hele conferentie deden. En dat we bijvoorbeeld hadden afgesproken, iedere dienst halen we een tweede offer op voor frontrunners. En dat gewoon, ik heb echt teruggehoord. De penningmeester wil niet het hele bedrag aan jullie overmaken. Weet je, en dan ten eerste, afspraak is afspraak. Of er nou 10 euro binnenkomt of 100 miljoen. Als we een afspraak maken, maken we een afspraak. Maar ten tweede, in dat geval, hij vindt 10.000 euro wel heel veel geld om over te maken naar jullie. En dan zeg je, 10.000 euro? Mensen snappen niet dat je bent daar 3-4 dagen geweest. Heb weet ik voor hoeveel diensten gedaan. We hebben een transportbedrijf erheen laten rijden. Boeken uit te laden. We hebben 6.000 boeken weggegeven in 4 dagen. Ik ben met een team met 4 betaalde krachten. 20 vrijwilligers. Weet je, zonder gewoon om even mensen een beeld te geven. We maken er verlies op. Met alle boeken, alle bediening, alle dingen die we daar doen. Om daar te zijn. En nog steeds probeert te... En het maakt voor ons niet uit. Want God zegent toch wel. God voorziet toch wel. En dan nog steeds wil de penningmeester niet alles overmaken. Maar een deel voor zichzelf houden. En dat soort dingen maak je gewoon constant mee in Nederland. En mensen hebben geen besef soms bij geld. En wat iemand zegt in de reactie, heet een penningmeester Judas. Hele grote kans. Weet je, mensen hebben soms geen besef ook van wat bediening draaien kost. En we hebben het daar nooit over. We hebben het nooit over kosten. We geven mensen gewoon de kans om te geven. Maar laatst ook een voorganger van een grote gemeente. Heet Tom, wil je in een dienst komen doen? En ik zei, ja, is goed. Halen we aan het eind een offer op voor frontrunners. Nee. We geven een hele goede vergoeding. Nou, ten eerste is het de geest van controle. En ik weet, we geven een hele goede vergoeding. We geven 1.000 euro. Nou, 1.000 euro klinkt veel. Maar niet als ik kom met 4.000 boeken om weg te geven. Als ik kom met een team van meerdere mensen die urenlang staan te bidden, te bedienen, die met z'n allen heel de dag onderweg zijn. Altijd als we onderweg zijn, geven we onze teams eten. Weet je, uiteindelijk, dat is voor ons is het gewoon verliesmakend. En mensen denken dat ze gul zijn. Maar mensen denken gewoon niet na goed over het concept. En wat je ook heel vaak hoort is excuses. Maar onze kerk is afhankelijk van giften. Ja, wat denk jij dat wij doen? We beroven iedere woensdag een andere bank. We doen na de dienst in het donker, gaan we de stad in, doen we een paar ripdeals. En op die manier betalen wij onze bediening. Wij zijn ook afhankelijk van vergiften. Dat is niet het ding. Mensen hebben een armoededenken of een geest van controle of wat dan ook. In ieder geval, al deze dingen staan niet eens in mijn aantekeningen. Maar ik ga wel lekker los. Oké. Mijn punt is, weet je, wat ik dus heel vaak zie is sprekers en bedieningen die gewoon hun hele leven lang in Nederland God dienen. Hun hele leven lang in een huurhuis wonen omdat ze nooit een koophuis kunnen betalen. Een oude auto rijden, oude versleten kleren hebben, geen geld op de bank hebben. Weet je, dat is gewoon niet hoe het hoort.
Het is gewoon niet het eren van de bedieningsgaven zoals zou moeten. Weet je, de Bijbel zegt, een rechtvaardige laat een erfenis na aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Het is niet de bedoeling dat als je overlijdt als man of vrouw van God, dat je een GoFundMe nodig hebt voor je begrafenis. Het is de bedoeling dat je een erfenis nalaat aan je kinderen en je achterkleinkinderen. En we mogen leren om die bedieningsgaven veel meer te respecteren. Ik hoorde van een voorganger, op een dag werd er aangebeld, stonden er 2 mensen uit zijn kerk met een bankstel op de kar achter hun auto. En ze letterlijk, we waren onderweg naar de stort om de bank weg te brengen. En toen dachten we, misschien kan de voorganger nog een bank gebruiken. Gewoon op weg naar de afval, naar de vuilnisbelt om de bank weg te brengen. En dan denk ze, hey, misschien kan onze voorganger nog een bank. Je zou die nieuwe bank, die zou je moeten brengen en zelf op dat oude ding blijven zitten. Dat is het eren van de gaven van God. Maar dit is spugen in het gezicht van God. Het is spugen op de cadeaus die Christus geeft aan zijn gemeente. Sorry dat ik wat duidelijk ben, maar het is wel belangrijk. En waar ik het dus deze uitzending over wil hebben, is dat het goed is om ook dus niet, zelfs niet alleen de bediening, zelfs niet alleen de kerk te zegenen, maar mannen of vrouwen van God, predikers, voorgangers, ook zelf privé te zegenen. Persoonlijk te zegenen. Persoonlijk te waarderen. Wat in Amerika, of wat in Nederland gewoon veel meer moet gebeuren. En weet je, een van de dingen waardoor ik getriggerd werd, is dat ik was een paar weken terug in Amerika en ik sprak ik hoorde een andere voorganger. En het ging over salaris. Of was geen vast en een voorganger, maar ook een reizende bediening. En die man die zei van ja, hij zei ja, ik leg mijn salaris van mijn bediening leg ik altijd naast meneer, heb ik niet nodig. Want ik krijg gewoon per jaar een paar honderdduizend euro aan giften privé. Dus mijn hele salaris van mijn bediening heb ik niet nodig. En toen dacht ik, wat een contrast met Nederland. Weet je, en ik herinner me het zo ook, als ik in Amerika spreek, na iedere dienst komen mensen, en wat je dan noemt, je noemt het een holy handshake. Na iedere dienst komen mensen, geven je een hand, maar met dat ze een hand geven, stoppen ze een briefje van 100, stoppen ze een brief van 50, stoppen ze een meerdere brief van 100, stoppen ze in je hand. We noemen het holy handshakes. En gewoon de een na de ander. In een kerk, je hebt daar gesproken, mensen geven gewoon allemaal giften aan mensen privé. En dan denk ik, joh, wat een contrast in Nederland, waar je soms na, je geeft 20 weken lang onderwijs en uiteindelijk krijg je een doosje Merci en krijg je een bos bloemen. Ik zei altijd in het begin van onze bediening, lieverd, we eten weer blaadjes en chocolaatjes. Dan kwam je weer thuis, was je heel de dag weg geweest, we hadden verder geen inkomen en dan kwam je weer thuis met een doosje Merci en een bos bloemen. Bedankt dat je er was. En uiteindelijk is het gewoon niet het eren. Het eren van de bedieningsgave. Toen dacht ik, wat een contrast. En ik weet, ik was een keer met iemand van mijn team, Lambert, in Amerika, en een kerk had gevraagd, hey, wil je niet een week lange revival spreken bij ons? Dus wij gingen erheen. Ik sprak iedere avond, maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, zaterdagavond, zondagavond, zondagochtend, zondagavond. En uiteindelijk, aan het einde van die dienst, die voorganger, en misschien kijkt die pastor Tim Doyle en roept mij en Lambert het podium op. En hij zegt, jongens, ik wil jullie zo ontzettend bedanken dat jullie hierheen zijn gekomen. Ze zijn zo gezegend door alles, door het onderwijs, door de mensen die tot Jezus komen, de wonderen. Dus hij zei, weet je, we willen jullie eren. Boom. En hij begint gewoon op het podium, gewoon cadeaus aan ons te overhandigen. Hier heb je een horloge. Hier heb je een horloge voor je vrouw. Weet je, iedereen kreeg gewoon, hier heb je een horloge voor die. Weet je, we kregen gewoon dozen met horloges. We kregen andere dingen. Hier heb je en gewoon een groot geldbedrag, weet je. En toen dacht ik, als je dit in Nederland doet, als een voorganger gewoon horloges begint uit te delen, cadeaus begint, ze hadden kettingen voor Femke, ze hadden weet ik veel wat ze allemaal, ook wat je bedankt dat je vrouw, dat je vrouw een week thuis bleef, dit is voor je vrouw, dit is voor je vrouw, weet je, allemaal cadeaus, een flink geldbedrag. En ik toen dacht, als ze dit in Nederland zouden doen, zou je mensen moeten zien kijken. En daar iedereen klappen, applaudisseren, dankbaar dat je er bent. Onderweg naar de auto krijg je nog meer spullen van andere mensen. Mensen die een week onder het onderwijs hebben gezeten, beginnen je dingen te geven. Gewoon zo'n andere cultuur. De eerste paar keer, en ik doe het nog steeds, omdat ik, als ik ergens kom, we betalen al onze eigen kosten. Ik betaal alles van mijn eigen teams, betaal onze eigen tickets, eigen vervoer, betalen alles. We betalen locatie, betalen de band, we betalen alles. Maar dus ook in Amerika, de eerste keer dat ik in Amerika kom spreken, ik had die voorganger zwaar beledigd.
door mijn eigen tickets te boeken, mijn eigen huurauto te regelen en mijn eigen hotel te betalen. Die man was gewoon zwaar beledigd en geschoffeerd dat ik dat zelf had gedaan. Want zij wilden het geven. Ik had hun van hun eer beroofd door het zelf te betalen. En die man die was echt ontdaan. Die zei, ja, maar je bent onze gast. Ik wilde je tickets, ik wilde dit, ik wilde dat, weet je wel. En toen dacht ik, wat een contrast met Nederland. Nederland zou denken, oh, dat is lekker goedkoop. Dat is makkelijk. Het is al geregeld. Sterker nog, soms haal ik gastbedieningen naar Nederland. Of niet eens. Kan het je nog sterker vertellen. Ik hoorde van een bediening in Nederland. Ik kende de persoon niet. Hij zou niet bij mij spreken. Ik had geen relatie met die persoon. Maar toen ik hoorde hoe ze hem behandelden. Dat hij bij mensen op de bank moest slapen. Dat er geen vervoer geregeld was. Geen eten. Niks. Ben ik uitgereikt. Heb ik hotel betaald. Huurauto. Allerlei dingen geregeld. Goede vergoeding gegeven. Gewoon omdat ik de schande van ons land voelde. Ik dacht van man, dit kan gewoon niet. En nu als die persoon in Nederland is. Ook de laatste keer dat deze persoon er was. Was hier langere tijd. Huisvesting geregeld. Auto geregeld. Goede vergoeding geregeld. Allerlei dingen geregeld. En nogmaals, deze persoon spreekt niet eens bij mij. Heeft nog nooit in een dienst, bijbelschool, nog nooit iets voor mij gedaan. Hoeft hij ook niet te doen. Daarvoor doe ik het niet. Maar ondertussen, in al die tijd, komt hij bij allemaal kerken wel spreken. Hoeveel kerken of bedieningen denk je dat aan hem gevraagd hebben om mee te delen, om zijn tickets te betalen, zijn auto, zijn huisvesting? Nul. Helemaal nul. Niemand die contact zoekt van, hey. En er is ook niemand die zegt, hey, wacht, hebben jullie het allemaal betaald? Maar hij spreekt niet eens bij jullie. Moeten we meedelen? Moeten we helpen? Niemand. Mensen zeggen, oh, dat is goedkoop. Iemand anders heeft het geregeld. Ja, maar je bent van je eer beroofd, want jij had het moeten doen. Ik had met een andere prediker, die ik naar Nederland haalde, betaalde ze tickets, betaalde ze hotel, hier een aantal weken lang. En uiteindelijk vroeg een andere kerk, kan die en die dag bij ons spreken? En die kerk wist dus dat die heel die periode bij ons was. Dus ik vroeg, joh, wil je daar ook spreken? Hij zei, is goed. Dus nogmaals, ik betaal zijn hotel heel die tijd. Ik heb zijn tickets betaald. Ik hoef niet in die dienst te spreken, maar ik regel een chauffeur voor hem. Ik regel een auto voor hem. Ik laat hem naar die dienst gaan om te spreken. En uiteindelijk geven ze hem 150 of 200 euro. Iemand die uit het buitenland hierheen komt, zijn gezin moet om. En ook geen contact zoeken met ons. Van, hey, zullen we meedelen in zijn ticket? Zullen we dan, hij heeft ook bij ons gesproken. Zullen we meebetalen aan zijn vervoer, zijn verblijf? Van wie was die auto eigenlijk? Wie was die chauffeur eigenlijk die hem reed? Nee hoor, 150 euro, bedankt. Het is spugen in het gezicht van God en van die bedieningsgaven. Het is gewoon goedkoop armoede denken. En ik heb het hier niet over een huisgroep van 3 arme weduwen. Nee, ik heb het hier over gemeentes met honderden leden. En gewoon hoe mensen behandelen. En dit zie je dus om even een cultuurclash aan te geven. En Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Maar als ik in arme landen kom, ik ben in Albanië geweest, in de bergen, bij mensen die niks hadden. Die hadden nog geen eens een Bijbel. Waren christenen, ze hadden 1 of 2 bladzijden van een Bijbel. En je komt daar als gast en ze trekken een kast open en het laatste blik eten wat er staat, pakken ze en geven ze aan je. Ik ben in Oekraïne geweest. Ik moest in Oekraïne spreken. 3 of 4 diensten deden we daar in Lviv, in het westen van Oekraïne. En ik sprak daar. En na de eerste dienst op zaterdagochtend, boom, een hele rij mensen tot en met aan de deur van de kerk. Dus met mijn tolk ernaast, ik kan even niet meer op zijn naam komen, maar mijn tolk. Weet je wat iedereen kwam doen? Giften brengen. En uiteindelijk gewoon iedereen. Hier heb je dit, hier heb je dat, hier heb je zus. Arm land. Veel armer dan Nederland. Mensen komen giften brengen. Uiteindelijk, ik kon niet eens eten daar. Tijdens die conferentie moest ik eten. En uiteindelijk hadden ze serieus. Ze moesten security regelen om mensen weg te houden. Omdat ik even een paar happen moest eten. Maar mensen stonden gewoon in de rij om spullen te geven, giften te geven, geld te geven, wat dan ook. En gewoon zo'n andere cultuur dan in Nederland. En zelfs in Afrika. Ik had een Femke vragen. Waar in Afrika in diensten. Waar arme gedeeltes van Afrika, waar mensen wonen in een hut, waar ik meer kreeg dan in Nederland in een kerk.
waar ook gewoon na de dienst iedereen naar je toe komt en geld begint te geven in Afrika. Omdat ze iets snappen van het eren en waarderen en respecteren van een gave die God heeft gegeven. En mijn punt is, in Nederland is er een soort cultuur, en dat is dus wat we moeten doorbreken, wat ik probeer aan te halen. Het is goed om te geven aan kerken en bedieningen, maar wat ook goed is, waar je nooit iets over hoort, is om gewoon persoonlijk en privé mannen en vrouwen van God te zegenen. Om gewoon een gift over te maken en zeggen, dit is voor hun privé. Of iets aan je te geven, dit is voor jezelf, dit is voor je privé. Dit is niet voor de bediening, dit is voor jou. En deze preek zeg ik niet omdat ik dit nodig heb. Ik zeg dit om iets te doorbreken in ons land. Want in Nederland is er een cultuur waar mensen zich altijd voor onschuldigen. Ja, we gaan een collecte ophalen. Maar alles gaat naar dit hele project. Alles gaat naar de arme kinderen in Afrika. Niks gaat naar mij. Als niks naar jou gaat, waarvan ga jij dan eten? Of word je één van de arme kinderen? Weet je, maar er wordt een denken ingestopt van het is verkeerd als er iets naar die persoon gaat. En geef is goed als het maar niet naar hem persoonlijk gaat. En weet je, sommige mensen verzinnen een heel artikel. Weet je, we hebben al zoveel artikelen en onzin over ons heen gehad. Weet je, ze zijn frontrunners begonnen voor het geld. Ten eerste, als we het doen voor het geld, waarom geven we dan alles gratis weg? Tot en met een voltijdschool die ons een paar honderdduizend euro per jaar kost om te geven. Aan fulltime staf, docenten binnen en buitenland, et cetera. Waarom geef ik al mijn boeken gratis weg? Denk je dat ik niet beter mijn boeken in een BV kan doen, of een VOF, of in een bedrijfsvorm? Maar in plaats daarvan is alles van de Ambi-stichting, waar je niet eens privé opnames uit kan doen, en geven we alles weg. Al mijn preken zijn gratis, conferenties is gratis, dit is gratis, alles is gratis. Weet je, in Nederland ken ik überhaupt nog nooit iemand die de bediening is ingegaan voor het geld. En daarnaast heb je in Nederland te maken met structuren, met statuten, raad van toezicht, bestuur, accountantcontrole, ambicontrole. Je kan in Nederland niet eens, tenzij je illegale dingen en constructies gaat winnen. Maar dan nog, dat is de reden dat wij bij de grootste en bekendste accountantkantoor zitten van Nederland voor ambi-organisaties. Omdat we dingen gewoon excellent willen doen en onberispelijk willen doen. Maar mijn punt is, weet je, mensen zeggen, weet je, ze doen dat voor geld. En altijd zit er een gedachtegoed achter van als de persoon erachter maar niet gezegend wordt. Maar de persoon erachter is de bediening. En het is een verkeerd denken in Nederland. En nogmaals, net wat ik daarover zei. Dus weet je, ik zou niet eens. Nu, als ik naar de frontrunnersrekening ga, 100 euro naar mezelf privé zou overmaken, dan krijg ik morgen een mailtje van de administratie. Of er een bonnetje is, of er een factuur is, waarvoor het is. In Nederland, je moet alles één op één verantwoorden in je boekhouding. Dus in Nederland, weet je, ik snap, in andere landen zou je dat soort constructies kunnen doen in de bediening. Ook in Afrika, waar zodra je zelf voorganger noemt, mensen hun tien aan je beginnen te geven. Maar dat is niet Nederland, lieverd. Hier is een andere cultuur en andere regels. Maar we zouden juist mannen en vrouwen van God meer moeten zegenen en eren in Nederland. Mensen die meedenken met wat heeft een bediening nodig. Het zou een schande zijn als je voorganger in een oude auto rijdt, in een slechte auto rijdt. Het zou een schande zijn als je voorganger in een huurhuis woont, omdat die voorganger is. In 2 Koningen 4 staat een heel mooi verhaal van een vrouw die opviel dat de profeet altijd langs haar reisde. En dan zegt die vrouw tegen haar man, de profeet reist hier vaak langs. Laten we een deel aan ons huis aanbouwen waar die kan slapen met een bed, een stoel, et cetera. Nou, een aanbouw aan een huis. Aanbouw aan een huis is duur, zeker in deze tijd. Je bent duizenden euro, 10.000 euro's kwijt. Maar die vrouw zei tegen haar man, wij bouwen een stuk aan ons huis waar de profeet kan slapen. En zij dacht niet aan zichzelf. Zij had die aanbouw niet nodig. Veel christenen zeggen, ik wil zelf wel een aanbouw. Nee, zij deed iets voor de man van God. Zij maakte zich druk om de man van God. En weet je wat die man van God zegt? Wat kan ik voor jou doen? En boem, ze krijgt wonderbaarlijk een zoon. Maar het begon met dat zij anders begon te denken. In Nehemia hoofdstuk 13, vanaf vers 10, daar lees je dat de levieten, de mensen die aangesteld waren om God te dienen en die onderhielden moesten worden van de tiende en van de offers, dat die gevlucht waren omdat mensen niet gaven. Nehemia 13 vanaf vers 10.
Verder kwam ik te weten dat de delen voor de levieten niet werden gegeven en dat de levieten en de zangers die het werk verrichtten waren gevlucht, ieder naar zijn eigen veld. Zie je dat? Ik kwam te weten dat de delen voor de levieten niet werden gegeven. Het was verplicht om tienden te geven aan de levieten, mensen die voltijd God dienden. En wat was er dus? Die mensen waren gevlucht, ieder naar zijn eigen veld. Een leviet mocht geen veld hebben. Die mocht geen akker hebben, want die hoefde niet te werken op die manier. Die moest werken in de tempel. Maar deze levieten waren gevlucht, waren akkers gaan krijgen, zijn voor hun eigen onderhoud gaan zorgen, omdat mensen niet gaven. En ik riep de machthebbers ter verantwoording en zei, waarom is het huis van God verlaten? Ik bracht hem bij elkaar en ik deed hen een plaats voor innemen. Toen bracht heel Juda de tiende van het graan, de nieuwe wijn en de olie weer naar de voorraadkamers. En ik gaf Selemja, de priester, en Zadok, de schrijver, en van de levieten, Padaya, de leiding over de voorraadkamers. Daarnaast en Hanan, de zoon van Zakur en Matanya, zijn wij de betrouwbaar geacht. Dus hier zie je, de levieten waren gevlucht, omdat mensen niet gaven. En ook in Nederland geloof ik gewoon dat de mensen in bediening horen te zitten die gevlucht zijn omdat er geen voorziening was, mensen niet gaven, mensen ze uitmolkten, mensen ze misbruik maakten. Daarom ben ik zo dankbaar voor deze boodschap van geloof. Ik heb geleerd om God te geloven als niemand gaf. Ik heb geleerd om God... Weet je dat de reden dat ik dit heb kunnen blijven doen, dat wij door deze beginfase zijn heen gebroken, is omdat ik heb geleerd om God te geloven en om te zaaien en te oogsten. Ik kan je verhalen vertellen waar ik letterlijk werd opgelicht in diensten. Maar toen we niks hadden, we hadden privé niks, we hadden in de bediening niks, werd ergens uitgenodigd om te spreken, dat de oudste zei, jij predikt toch over geloof? Ja, dan krijg je niks. Leef maar uit geloof. Dat soort opmerkingen heb ik meegemaakt, waar je niks kreeg. Ik heb één keer al meegemaakt dat ik was uitgenodigd, we zouden vergoeding krijgen, en vlak voordat ik moet spreken, zegt er gewoon degene die me uitgenodigd, we hebben erover nagedacht, je bent pas net begonnen, dus we vinden eigenlijk dat dit gewoon een kans is, waar je in mag leren, en dat je eigenlijk vereerd moet zijn, dat je hier mag zijn. Er zit 30 man in de zaal. Ze doen alsof ze de Amsterdam Arena hebben. Weet je, er zit 30 man, dus we geven je niks. Weet je, en nogmaals, we hadden niks op onze bankrekening. En ik besloot in liefde te handelen, niet boos te worden. Weet je, dat is zijn zaak. Zijn zaak. Hij bedriegt. Hij bedriegt God, hij bedriegt mij, maar dat is niet hoe het werkt. En dus ik zei, oké, weet je, ik ga mezelf gewoon geven aan die mensen, ik ga gewoon het onderwijs geven. Een minuut voordat ik moet spreken, komt er een boom van een kerel, komt die samenkomst inlopen, loopt naar voren te zoeken en hij kijkt naar mij, hij zegt, ben jij de prediker? Ik zei, misschien. Ik dacht, ik heb geen idee wat deze gast gaat zeggen. Hij zegt, ben jij de prediker? Ik zei, ja. Hij zegt, hier. En dan geeft me een envelop, helemaal vol met cash. En hij zegt, ik wilde hier niet naartoe komen vanavond. Ik zat thuis te eten en de Heilige Geest sprak. Die jongen die daar moet spreken, die wordt opgelicht. Pak al het contante geld wat je in huis hebt en geef het aan hem. Dat was wat hij zei. Boom, geef me de envelop en gaat weer weg. Weet je, ik heb geleerd om God te geloven. Ik heb het eerder meegemaakt in een andere dienst. Ze zouden een offer ophalen. 1 minuut voordat ik moet spreken, zegt diegene, we hebben besloten om je geen vergoeding te geven en ook geen offer op te halen. 1 minuut voordat ik moet spreken. En hetzelfde verhaal, oké, vergeef ze, laat los, boom, ik spreek. Ik ging naar huis, ik was moe, ik ging op bed liggen. Op een gegeven moment, ting-dong, deurbel gaat. Ik doe de deur open, staat iemand aan de deur. Die zegt, God heeft me laten zien dat ze je niks hebben gegeven. Hier, geef me een envelop met geld. Ik heb geleerd, de reden dat ik een bediening heb kunnen blijven zitten en niet verbitterd, teleurgesteld of gestopt ben, is omdat ik heb geleerd om God te geloven en om te zaaien en te oogsten. Maar anders zou je vluchten. Christel zegt, Tom, hoe kan ik mijn voorganger zegenen financieel? Zodat hij dat misschien wel moet inleveren aan de kerk. Ik wil dat hij dat bovenop zijn salaris krijgt en niet als deel van zijn salaris. Heel goed, Christel. Als je dus mensen privé wil zegenen, vraag gewoon om hun privé bankrekeningnummer. Stuur een mail, vraag aan ze. Of geef ze een envelop met contant geld. In Nederland, je kan ook gewoon opzoeken tot hoeveel je belastingvrij mag schenken. Daarbovenop moet je nu 30% betalen. Maar in Nederland mag je €2418 belastingvrij schenken. Dus als jij vraagt, hey, mag ik die in die persoons rekeningnummer? Kan je €2418 overmaken belastingvrij. Kan ook nog eens een keer per gezinslid, waarbij het koppel echt maar telt als 1. Dus je kan, als je meer wil geven dan dat, kan je. En uit kinderen kan je het ook zeggen,
dit is voor dat kind, dit is voor dat kind en dit is voor jullie als echtpaar. En dan kan je op die manier meer geven. Je kan ook gewoon een envelop met contant geld. Gewoon, dat is gewoon een gift. Want er staat geen dienst tegenover. Hij heeft niet voor jou de ramen gewassen en nu krijgt hij het. Gewoon een gift aan hem privé, hoeft hij geen belasting over te betalen. Dus op die manier kan je dat doen. En als de kerk eraan meewerkt, kan je natuurlijk ook gewoon naar de kerk overmaken. Zeg, hey, dit is echt voor hem privé. Geef het bovenop zijn salaris. Christel stelt ook een goede vraag. Noem eens een aantal andere eervolle dingen waar ik mijn voorganger mee kan zegenen. Of is dat alleen financieel? Nee, dat kan op veel meer manieren. En weet je, we hebben bijvoorbeeld hele lieve mensen, hele goede vrienden. Kijk, een van mijn beste vrienden rijdt altijd naar al mijn spreekbeurten. Soms zijn we om 2 uur 's nachts terug, moeten we om 6 uur 's morgens weer gaan. Weet je, hij is er altijd. En dat is een andere, maar, en hij dient gewoon, hij helpt gewoon, hij ontzorgt. Als ik ergens kom, moeten dingen geregeld worden. Ook dat is dienen. Soms kan je vragen van, hey, kan ik je ergens anders mee helpen? Kan ik, weet ik veel, moet je voorganger zijn eigen kantoor schoonmaken? Is er een anders vraag, hey, kan ik je kantoor schoonmaken? Kan ik gewoon iets doen om het makkelijker te maken? Kan ik werk uit je handen nemen? Soms anders zitten zoveel uren ook in nutteloze dingen. Het viel mij, ik heb geen PA, we hebben 23 man in dienst, maar ik heb geen PA. Maar het viel me soms gewoon afgelopen week met de conferentie op gewoon hoeveel nutteloze dingen of tijdrovende dingen, niet nutteloos, maar tijdrovend je moet doen. Weet je, je moet je auto nog schoonmaken, je moet nog even wat boodschappen doen zodat je wat eten hebt in het hotel. Je moet je overhemden strijken, je moet dit doen, je moet dat doen. Soms ben je gewoon 3-4 uur bezig op een dag met dingen in plaats van je te verdiepen in het woord, te bidden, voor te bereiden. Kijk gewoon wat je uit iemand zijn handen kan pakken om gewoon te helpen en te zegenen. Sander staat ook op. Weet je, je kan ieder bedrag geven wat God op je hart legt. Maar, dus het is even goed om hier wat dingen over te roepen. Volgens mij landt het goed. Als je erbij eens bent, zeg je amen. Gizmo zegt, misschien een extra rekening openen, Tom, voor privé. Nou, ik wil geen bediening zijn die zegt, van, hey, wil je aan Tom privé geven, klik hier. Maar als mensen het willen geven, kunnen ze mailen. Kunnen ze vragen om je rekening nummer. Kunnen ze naar een dienst komen, cash geven, dat soort dingen. Mensen kunnen het op andere manieren. Ik wil niet dat het erop lijkt dat we actief mensen erop aansturen via onze geefpagina van de website om aan mij privé te geven. Als God het op hun hart legt, kunnen mensen dat op verschillende manieren doen. Ze kunnen mailen, contact zoeken, contant geven, wat dan ook. Oké. Een aantal dingen die de Bijbel hierover zegt. En ik ga je misschien nog wat meer shockeren, maar ik heb al een hoop gedeeld. Ik wil 6 dingen delen, ik ga er snel doorheen. Nummer 1, Gods woord roept ons op om bedieningen te eren, ook financieel. De Bijbel zegt, ga elkaar voor in eerbetoon. Maar eren in de Bijbel zit gekoppeld aan financiën. De Bijbel zegt bijvoorbeeld in Spreuken 3 vers 9, eer de Heer, vereer de Heer met je bezit en met de eerstelingen van je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Zie je, er zit een belofte aan vast. Nou, in Maleachi hoofdstuk 1, vanaf vers 6, daar spreekt God erover dat ze hem onteren. En dan zie je dat dat direct gekoppeld zit aan de offers en wat zij financieel geven. Maleachi 1 vers 6, een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heer van de legermachten. U, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Dus waardoor onteren wij u? En dan vers 8. Als u een blind dier ten offer brengt, zegt u dat is niet erg. En als u een kreupel of een ziek dier ten offer brengt, zegt u dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of te willen zijn? Dus hier moesten ze offeren en ze pakten een blind dier of een ziek dier. Want dat kostte ze niks. Maar de regel was onder het Oude Testament dat je gaf het eerste en je gaf het beste van je nieuwe wijn. Je gaf het beste. Weet je, en ik sprak hier een keer over in een dienst. Gewoon het algemeen over geven aan God. Ik zei, je geeft het beste. Dus als jij aan je voorganger een fiets wil geven, wat dan ook. En even een getuigenis tussendoor. Dit is gewoon grappig. We zaten zaterdagavond, zat ik met Femke in het hotel. We hadden een conferentie van 4 dagen. En Femke zegt tegen mij, ja Tom, ik wil heel graag een bakfiets. En ik denk, een bakfiets? Ik denk, ja, wat moet ik nou met een bakfiets? En toen ik hoorde wat een bakfiets kostte. Een bakfiets kost gewoon 2.000-3.000 euro. Toen had ik helemaal geen zin meer om een bakfiets te kopen. Dus Femke zegt, ja, maar ik wil graag een bakfiets. En in ieder geval, wij zitten s'avonds op die conferentie. Komt er iemand naar Femke toe lopen. En die zegt, ja, God heeft het op mijn hart gelegd om je een bakfiets te geven. Toen ik echt denk, weet je, man, alleen God kan dat soort dingen regelen. Echt gewoon
hilarisch. Maar hier gaven ze dus een blind dier, een ziek dier, iets wat ze niks kostte. En God zegt, het is onterend. Het is onterend, want ze moest het beste geven. Dus ik sprak een keer in een kerk en toen zei ik veel, als je een fiets wil geven in je voorganger en je hebt een nieuwe fiets en een oude fiets, welke geef je dan? Naar aanleiding van deze tekst. En iemand riep, die oude fiets natuurlijk. Ik zei, nee, die nieuwe fiets. Als je geeft het beste van wat je hebt. Leer wat echt geven en offer is. Daarom als ik zelf iets geef bijvoorbeeld. Als ik bijvoorbeeld een horloge aan iemand weg wil geven. Probeer ik het altijd. Ik heb toevallig 3 weken terug een horloge weggegeven. Een andere prediker. God legde op mijn hart. Het was een mooi, was een duur horloge. Wat ik vanzelf gekregen had. Maar voordat ik het weggaf, heb ik het eerst naar een juwelier gestuurd. Ik heb gezegd, kijk hem helemaal na. Geef hem een servicebeurt. Waarom? Ik geef het beste. Ik wil dat hij helemaal klopt, dat hij helemaal netjes is, dat hij helemaal geen omkijkt. Ik geef het beste. Geef iets met de doos, met de papieren, met de ex. Weet je, geef het beste weg. Dat zijn gewoon principes uit het woord van God. Inge zegt, heel inspirerend. Ik dacht dat je hele leven alleen maar eer en glorie, een en al glorie was. Maar je maakt ook vervelende dingen mee. En dat je uit pure gehoorzaamheid doorgaat. Ik zal je niet alles vertellen. Maar daarom, mensen denken soms dat dat dingen alleen maar heel mooi. Mensen hebben soms geen idee van achter de schermen. Weet je, als ik zou wandelen naar gevoel, zou ik soms ook geen zin hebben om mijn bed uit te komen. Als je kijkt, alles waar we soms doorheen gaan, over ons heen krijgen, waar we mee te maken hebben. Maar we gaan gewoon door, we gehoorzamen God. En weet je, ik wil ook geen. Onze boodschap is gewoon de goedheid van God en niet persoonlijke omstandigheden. We verkondigen, Paulus zei tegen Timotheus, predik Gods woord. Dus ik predik Gods woord en niet waar ik zelf doorheen ga. Amen. Oké. Okay. Dus eer zit ook gekoppeld aan geven. Daarom zei die tekst uit 1 Timotheus 5 vers 17, de mensen die goed leiding geven en het woord prediken moeten dubbele eer krijgen. Dubbele eer krijgen. Dus een voorganger zou geen minimum salaris moeten krijgen, zou een dubbel salaris moeten krijgen. Dit is letterlijk wat het woord van God zegt. En dit is dus niet de manier van denken die mensen vaak hebben in Nederland. Nou, ik vind een andere hele mooie tekst, Handelingen 28, vanaf vers 8. Waar Paulus komt op een eiland, hij komt daar voor het eerst, hij geneest daar de zieken en let op wat er dan gebeurt. En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buikloop bevangen was en op bed lag. En Paulus ging naar hem toe en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Dan vers 9 van Handelingen 28. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die zieken hadden naar hem toe en ze werden genezen. Vers 10. Ook vereerden zij ons met vele eerbewijzen. En andere woorden, ze gaven hem veel cadeaus. Zie je dit? Paulus begon zieken te genezen, het evangelie te verkondigen. Hoe reageerden die mensen? Ze gaven hem veel eerbewijzen. Nou, als hij in Nederlanders hadden bijgestaan, moet je Paulus zien. Het gaat hem om de spullen. Het gaat hem om de. Hij zou die mensen moeten stoppen. Het gaat niet om jou. Het gaat om Jezus. Maar die mensen eren Jezus door het in dit geval aan Paulus te geven. Want Paulus vertegenwoordigt Jezus. Paulus is de gave van Christus aan die mensen. En zij gaven hem veel eerbewijzen. En toen hij wegging, zegt de Bijbel, verschaften ze ook nog wat nodig was. Dus ze gaven zowel voor zijn bediening wat hij nodig had om verder te gaan. Maar ze gaven hem ook persoonlijke eerbewijzen. Ze gaven hem eer daardoor. Nou, kan je nagaan als de Nederlandse pers hierbij had gestaan, wat er dan had gestaan. Oké. Het tweede heb ik het al over gehad. Deze bedieningen zijn een gave van Christus aan de gemeente en zijn vertegenwoordigen Gods Koninkrijk. Dus het eerste punt van de 6 is Gods woord roept ons op om bedieningen te eren, ook financieel. Nummer 2, deze bedieningen zijn een gave van Christus aan de gemeente, maar ze vertegenwoordigen ook God en Gods Koninkrijk. Weet je, er is een aparte term voor voorgangerskinderen. In Amerika noemen ze dat PK's, pastor kids. Omdat heel veel voorgangerskinderen niks meer met de kerk of bediening of God te maken willen hebben. En ook in Nederland, weet je, soms hoor je mensen zeggen, mijn ouders dienden God en daarom hadden we niks. Mijn ouders waren altijd voorgangers, dus daarom hadden wij het financieel thuis niet zo breed. Nee, daar heeft het niet mee te maken. Als God je baas is, God is een goede baas. God, dat is geen getuigenis, ik diende God en daarom heb ik niks. Nee,
Daar heeft het niks mee te maken. Abraham diende God, die was in alles gezegend. Isaac diende God, was gezegend. Jacob diende God, was gezegend. Jozef diende God, was gezegend. God zegent mensen. En God zegent mensen die voor hem werken. Wij moeten anders daarover gaan denken. En die mensen zouden juist goed beloond moeten worden. Daarom zegt Psalm 35, vers 27. En ik ga hem even lezen in de Engelse vertaling. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous case. And let them say continually, let the Lord be magnified. En dan staat er dit, who has pleasure in the prosperity of his servant. De, God vindt vreugde in de voorspoed van zijn dienaar. God vindt er vreugde in als het goed gaat met zijn dienaren, want die dienaren vertegenwoordigen God. Ik kan toch niet, u moet ook voorstellen, een boodschap naar mijn kinderen. Nee, met Joseph, Chloe, wij kunnen niet op vakantie, want papa dient God. Nee, wij kunnen geen nieuwe auto kopen, want papa dient God. Nee, we kunnen ook, we kunnen eigenlijk geen huis kopen ooit. We blijven heel ons leven in een huurhuis, want papa dient God. Een studie. Nee, je moet maximale studiefinanciering aanvragen en geld lenen van de overheid, want papa dient God. Je rijbewijs. Nee, moet je, moet je ook maar geld voor lenen, want papa dient God. Kom op, maar dat is geen getuigenis. Het is een getuigenis. Het is een heel slecht getuigenis. En daarom moeten we er anders over gaan denken. Daarom is het een schande als jouw voorganger in een oude auto rijdt, in een huurhuis woont, oude kleren draagt, omdat hij vertegenwoordigt God. Wat moeten de buren naast hem denken? Oh, die man. Ja, die is voorganger van die kerk. Die dient God. Oude auto, oude fiets, oude kleren. Gaan ze op vakantie? Nee, hebben ze geen geld voor. Dat is een die man zou gezegend moeten zijn. Want de Bijbel zegt in Deuteronomium 28, alle volken van de aarde zullen zien de zegen van God. Mensen zouden het moeten zeggen, hey, hoe kan dat nou? Je hebt alweer een nieuwe auto. 3 jaar terug had je ook een nieuwe auto. Ja, God is goed. God is goed, halleluja. God is goed, weet je. Sterker nog, dat als er iets aan de hand is, dat als die buren het financieel lastig hebben, dat die man daar eten, dat hij desnoods daar een nieuwe auto op de stoep kan zetten. En zeg, ja, maar God is goed. God is mijn bron, ik werk voor God, God is de beste baas. Dat zou je getuigenis moeten zijn. Wat stralen we uit naar de wereld? Wat stralen we uit naar de wereld? En dat zijn gewoon, weet je, we vertegenwoordigen El Shaddai, niet El Chipo. Amen. Oké, nummer 3. De persoon achter de bediening zal als eerste moeten delen in de financiële zegen van de bediening, niet als laatste. 2 Timotheus 2 vanaf vers 4. 2 Timotheus 2 vanaf vers 4. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. Nou, Paulus zegt hier, als je een soldaat bent, hoef je je niet druk te maken om die zaken van het levensonderhoud. Als je in het leger zit, hoef je niet af te vragen, wat ga ik vandaag eten, want ze hebben voor eten geregeld. Je hoeft ook niet je eigen F-16 mee te nemen, die hebben ze ook geregeld. Je hoeft je niet druk te maken over de zaken van het levensonderhoud. Waar je druk mee moet zijn, is degene behagen die je aangenomen heeft. Nou, ook mensen in bediening zouden zich niet druk hoeven te maken over, kan ik een huis kopen, kan ik eten betalen, kan ik op vakantie, kan ik kleren kopen. Daar zou je totaal niet druk over moeten maken, omdat er voor je gezorgd wordt. En dan zegt hij dit, ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht genomen heeft. De landbouwer die zware arbeid verricht, dit gaat over bediening, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Nou, in Nederland is het soms als laatste, voorbeelden wat ik aangaf van die bediening of van die kerk. Oude auto, nogmaals, deze bedieningen en kerken waar ik het over heb, zijn geen bedieningen of kerken die niks hadden. In die ene kerk zitten meerdere multimiljonairs. Die in de mooiste huizen wonen, mooiste auto's rijden, luxe vakantie gaan. En de voorganger krijgt nog geen bureau, geen bureaustoel, geen laptop en geen telefoon. Maar, de Bijbel zegt, de landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Je eert God juist en God zegent het juist als de bediening of de persoon achter die bediening gezegend wordt.
Nummer 4. Denk niet alleen wat kan ik krijgen van die bediening, maar wat kan ik geven aan die bediening of aan die persoon. 1 Samuel 9 vanaf vers 5. In dit verhaal is Saul de ezelinnen kwijt van zijn vader en die moet hij gaan zoeken. Dus wat doet hij dan? Dan staat er dit. Toen zij in het land van Suf kwamen, klinkt als een heel spannend land, ze hebben het gewoon Suf genoemd. Zei Saul tegen zijn knecht die bij hem was, kom laten wij terugkeren, anders deed mijn vader niet meer aan de ezelinnen, maar is hij bezorgd over ons. Hij zei echter, de knecht zei, zie, er is een man van God in deze stad. Hij is een geëerd man, alles wat hij spreekt komt zeker uit. Laten we daarheen gaan, misschien zal hij ons de weg wijzen die we moeten gaan. Toen zei Saul tegen zijn knecht, maar zie, als wij gaan, wat zullen wij dan voor die man meenemen? Want het brood uit onze reiszak is op en we hebben geen geschenk om de man van God te brengen. Wat hebben we bij ons? En de knecht antwoordde Saul en zei verder, ik heb het vierde deel van de zilveren sikkel in mijn hand. Dat zal ik aan de man van God geven. Nou, ze snapte dat het niet gepast was om gebruik te gaan maken van die bediening van die man, maar niks te geven. Dus zodra die knecht zegt, laten we gaan naar de profeet en hem vragen. De eerste reactie van Saul is, als wij gaan, wat zullen we dan geven? Niet als we gaan, wat zal hij ons dan geven? Het profetische woord, gaat hij ons de handen opleggen, gaat hij ons salven? Nee, als wij gaan, wat kunnen we aan hem geven? Nou, dat is geen Nederlandse gedachtegoed. Heel veel mensen zeggen, als ik ga, wat kan ik dan krijgen? Daarom zie je diensten waar mensen dingen kunnen krijgen. Genezingsdiensten, bevrijdingsdiensten, profetische diensten zitten bomvol. En heel veel mensen zitten er alleen, en daarvoor zijn ze ook om dingen te geven. Begrijp me goed. Maar heel veel mensen zitten er alleen maar om te geven. Soms zie je ook, ik heb letterlijk meegemaakt. Daarom heb ik op een gegeven moment een rem gezet op onze profetische diensten. Omdat als we profetische diensten deden, mensen zaten vooraan met hun audiorecorder om een profetie te halen. Ik heb meegemaakt dat mensen een profetie kregen, opstonden en naar huis liepen. Ze kwamen er al mensen nog sterker. Mensen komen na de aanbidding binnen, willen vooraan zitten, een profetie krijgen en weer naar huis. Ze aanbidden God niet, ze geven niet in het offer, ze geven niks aan die persoon en ze zijn weer weg. Ze komen alleen maar om te halen. En de reactie zou moeten zijn, wat kan ik geven? Wat kan ik geven? Ik had laatst het voorrecht om een man van God te ontmoeten. En het eerste wat ik denk, is als ik ga, wat kan ik geven? Ik denk niet aan wat kan ik krijgen, wat kan hij mij geven? Het eerste wat ik deed, was wat kan ik hem geven als ik de kans krijg om te ontmoeten. Gewoon om te bedanken voor het feit dat mijn leven is veranderd door zijn bediening en door zijn gehoorzaamheid aan Christus. Dus ik had cadeaus voor hem, voor zijn vrouw, een geldbedrag. Gewoon om te eren en te bedanken. Dus zodra ik de kans krijg, was het niet, wil je voor me bidden? Wil je hand opleggen? Kan je me hiermee helpen? Nee. Het enige wat ik zei, bedankt voor je bediening. Het heeft mijn leven veranderd. Dit is voor jou, dit is voor je vrouw. Dit is een bedrag, dit is dit. Dankjewel. Je komt om iets te geven. En een totaal andere houding die heel veel mensen niet hebben. Dus bedenk soms, wat kan ik geven? Wat kan ik geven? Ook soms zelfs als ik andere bedieningen ontmoet of mensen spreek. Weet je, heel vaak zeg ik, joh, ik wil je zegenen. Wat wil je hebben, privé? En heel vaak, heel veel hebben die vraag nog nooit gehad. En ik had een keer tegen, ik zei, joh, gewoon iemand die gewoon heel mooi werkt doet. En ik zeg, joh, wat wil je hebben? En ja. Gewoon nog nooit die vraag gehad. En toen diegene zei, ja, ik zou wel heel graag een loopband willen. Ik zei, joh, zoek een loopband uit, ik betaal hem. En op een gegeven moment, dus een week later, krijg ik een appje. Ik heb een vraag, welke zou ik doen? Ik zei tegen hem, ik zeg, als ik jou was, zou ik de duurste doen die er is. Want je mag hem uitkiezen. Weet je, gewoon zegen. Ik heb zo vaak gewoon mensen in privé. Hier heb je geld, ga alsjeblieft op vakantie. Ga naar een hotel met je vrouw. Ga samen uit eten. Koop, weet ik veel wat, koop een mooi sieraad. Zegen ze gewoon in privé. Zegen mensen ook gewoon in privé. Niet alleen de bediening. Als het goed is, is de bediening toch wel gezegd. En natuurlijk, snap je? Dit is de eerste keer dat ik je onderwijs over geef. Je zegt ook de bediening, je zaait in de bediening. Je bouwt het koninkrijk van God. Maar ik probeer nu even in deze uitzending een andere dynamiek aan te halen. Ik snap, mensen kunnen hier allemaal stukjes uit knippen, me allerlei dingen laten zeggen die ik nooit gezegd heb of nooit in die context heb gezegd. Maar het is goed om mensen ook in bediening of gewoon in privé te zegenen. En dan kom ik dus bij het volgende punt. Geef ook aan die persoon
bediening persoonlijk. Dat is punt 5. En de teksten die bij hoort zijn twee teksten, Marcus 14 en Johannes 12. Ik ga even alleen Johannes 12 lezen. Dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die uit de dood had opgewekt. Nu ze bereiden daar een maaltijd voor hem, en Martha bediende hem en Lazarus was een van hen die aanlag. Maria dan, dus Johannes 12 vers 3, nam een pond zuivere nardesalf van zeer grote waarde. Nou, Marcus 14 vertelt ons dat dit 300 denariën was. Het was een jaarsalaris. Dus een bruto jaarinkomen van een Nederlandse is maar 40.000 euro of zo. Dus laat even in vandaag de dag 40.000 euro aan zalf, 40.000 euro aan olie. En die goot zij over Jezus heen. Zij zalfde de voeten van Jezus, droogde zijn voeten met haar haren. En het huis werd gevuld met de geur van de zalf. Nou, dit gaf zij aan Jezus persoonlijk. Misschien kan iedereen in de reactie zetten aan Jezus persoonlijk. En toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En hij zei dit niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was. Dus hij was jaloers, hij wilde het juist voor zichzelf hebben. En de beurs droeg wat gegeven werd. Nou, hier zie je ook weer de typische reactie van mensen. Mensen vonden het prima als het aan de armen werd gegeven, maar hadden er moeite mee als het aan Jezus persoonlijk werd gegeven. Jezus, de zoon van God zelf, had mensen moeite mee. En er is een religieuze geest en een geest van mammon die dat haat. Die kerken, bedieningen, maar ook voorgangers en predikers gewoon arm wil houden. En dat zie je ook meteen, je ziet altijd dit soort reacties. Dat had verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven kunnen worden. Weet je wie je citeert? Judas. Dit is geen goed persoon om te citeren. Je citeert Judas. En hij zei het niet omdat hij om de armen gaf. Hij zei het omdat hij jaloers was en het voor zichzelf wilde hebben. Maar mensen met een religieuze geest of jaloerse geest bekritiseerden dit. En dit hoor je vaak. Joyce Meyer woont in een appartement van 1 miljoen. Kan jou het schelen waar Joyce Meyer in woont? Boven, ten eerste weet je niet hoe ze eraan komt. Misschien heeft ze hem wel gekregen. Misschien is het wel haar oogst. De Bijbel spreekt over 100-voudige oogst. Misschien heeft ze een keer 100.000 euro weggegeven. Doe dat eens keer 100. Kijk wat er terugkomt en waar je dan in kan wonen. Weet je, daarnaast. Toen Reinhard, wat me pijn deed, toen Reinhard Bonken, de evangelist, overleed. Volgens mij op het moment dat hij overlijdt, ongeveer 80 miljoen zielen gewonnen. Via zijn bediening. 80 miljoen. En wat kwam er in het nieuws? De schande in Reinhard Bonkers leven. Hij woonde in een appartement in Florida van 1 miljoen met een mooie auto voor de deur. Die man heeft 80 miljoen zielen gewonnen voor Jezus. Heeft 60 jaar als zendeling doorgebracht in Afrika. Heeft alles achtergelaten. Jezus zei, er is niemand die achter zal laten. Huisakkers, broers, moeders, zus. En hij zal 100-voudig terug ontvangen. Nu in dit leven. En bovendien, in Amerika sprak ik degene die hem dat appartement gegeven had. Hij had er geen euro aan besteed. En zelfs al had hij, waar mijn part had hij er 20 gekocht. Het is die religieuze geest. Had verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven. Jij kan jouw huis verkopen en aan de armen geven. Oh wacht, je geeft niks om de armen. Je zegt het omdat je jaloers bent. Het is een religieuze geest. Mensen vinden het prima als het naar de armen gaat. Maar hebben het moeite als het naar iemand persoonlijk gaat. En dat is een religieuze geest die mensen gewoon arm wil houden. En Psalm 112 zegt dit. Gezegend is de man die de Heere vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, het geslacht van de oprechte zal gezegend worden. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn en zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Dan gaan we naar vers 9 vanwege de tijd. Hij deelt mild uit. Hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Zijn horen zal met eer opgegeven worden. Let op. De goddeloze zal het zien en boos worden en knarsen tanden. Zie je dit? De rechtvaardige man wordt gezegend. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Hij zal rijk uitdelen. En wie worden er boos? De goddeloze en die krasse tanden. Dus als mensen zeggen, Reinhard Bonker woont in een huis van 1 miljoen. Je valt in de categorie goddeloze die boos wordt, toornig wordt. Weet je hoe een christen zou reageren? Prijs God,
Moet je zien hoe God hem gezegend heeft. Moet je zien de goedheid van God over zijn leven. Moet je zien de gunst van God over zijn leven. Is God niet goed? Wees blij voor hem. Wees blij. Maar mensen die zeggen, had hij verkocht moeten worden en de armen geven, die zeggen Judas na. En mensen die boos worden en knarsen tanden vallen in de categorie goddeloze. Dus, het is juist goed, zien we ook bij Jezus, om soms ook gewoon aan de persoon persoonlijk te geven. Nummer 6, en dit is, het is een Bijbels principe en dit is de laatste, en zelfs een verplichting om te delen van je bezit in financiën met degene waar je onderwijs van ontvangt. Galaten 6 vers 6, en ik heb hem hier eventjes uit, volgens mij is dit het boek, die vertaalt hem iets duidelijker. Maar je mag hem ook even in de HSV opzetten. Galaten 6 vers 6. Daar staat. In de HSV staat. En laat hij die onderwezen wordt in het woord. In alle goede dingen delen. Met hem die onderwijs geeft. Dus degene die onderwijs krijgt. Moet van alle goede dingen delen. Met hem die onderwijs geeft. De andere vertaling zegt. Wie onderwezen wordt. Moet al het goede dat hij bezit. Met zijn leermeester delen. Dit is een geestelijk principe, dat als je onderwijs ontvangt, dat je volgens deze geestelijke wet verplicht bent om materieel terug te zegenen. En sommige mensen zeggen, ik ben niks verplicht. Nou, als je het woord van God wil gehoorzamen, wel. Want er staat, wie onderwezen wordt, moet van wat hij bezit met zijn leermeester delen. Ik kwam ook al een keer een christen zeggen, ik moet niks. De Bijbel zegt dat je je denken moet vernieuwen, dat je leven aan Jezus moet geven, dat je moet bekeren. Er zijn heel veel dingen die je moet. Stop met die vrijblijvendheid. En word gewoon gehoorzaam aan de principes van Gods woord. 1 Korinthe 9, vanaf vers 11. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, horen we ook het stoffelijke te oogsten. Dus er is een principe dat als er geestelijk gezaaid wordt, er stoffelijk geoogst zal worden. En om te delen met degene waar je onderwijs van krijgt. Weet je, ik ga soms als ik op zaterdag ben, ga ik wel eens naar de markt. Hier een markt. En dan ga ik met Seth en Matthew gaan we naar de markt. En dan ga ik vaak naar de groentekraam en de fruitkraam. En als ik dan fruit koop, dan zegt die man altijd van, hey, willen de kinderen een mandarijntje of een appel? Dus je koopt er wat dingen en dan krijgen ze een mandarijntje of een appel die ze dan onderweg kunnen opeten. Weet je, het zou hetzelfde zijn als ik daar iedere zaterdag langs loop en zeg, hey, mag ik nog 2 appels? Mag ik nog 3 appels? Weet je, en ik pak appels en ik loop er verder en ik koop nooit iets. Weet je, en de week daarna weer, en de week daarna weer, en de week daarna weer. En er komt een moment dat die man, die verwacht iets terug. En dat zou zo goed recht ook zijn. En dat vinden we logisch. Hetzelfde zou zijn om naar de supermarkt te gaan of in een restaurant te eten en nooit betalen. En hier legt Paulus het neer. Als je onderwijs ontvangt, voor mij persoonlijk voelt het verkeerd. Het gaat er niet om van ik lees een keer een boek of ik luister een keer een preek van iemand. Maar bedieningen die mijn leven veranderen, waar ik veel onderwijs van luister, ben ik allemaal partner van. Zegen ik, zaai ik in, omdat het een geestelijk principe is. Ik ben het geestelijk aan hen verplicht om terug te zegenen en te zaaien. Dus even samenvattend. En als mensen vragen willen stellen, mag je die nu in de reactie stellen. 3 misverstanden. Het evangelie is gratis. Dus een prediker mag niks krijgen. Nee, Jezus zegt meteen daarna, de arbeider is zijn loon waard. En degene die de tempeldienst verrichten, mogen van het heilige eten. En degene moet de dubbele eer waard geacht worden. Mensen zeggen, Paulus had ook een baan ernaast. Dat deed hij om geen aanstoot te geven. En omdat hij ongelovigen bereikte. Maar Paulus zegt, ik heb het recht om niet te werken. En een andere misverstand is, mensen denken dat de bediening los te koppelen is van de persoon erachter. Wat zijn de waarheden uit de Bijbel, uit het woord van God? Gods woord roept ons op om bedieningen te eren. Ze zijn een gave van Christus aan de gemeente. We hebben het ook gelezen over persoonlijke eerbewijzen, handeling 28... De bedieningen zijn een gaaf van Christus aan de gemeente, vertegenwoordigen Gods koninkrijk. Zoals zij gezegend zijn, vertegenwoordigen ze God. God is El Shaddai, niet El Chipo. He has pleasure in the prosperity of his servant. De persoon achter de bediening zal als eerste moeten delen in de financiële zegen. 2 Timotheus 2, vers 6. Nogmaals, dit zijn allemaal bijbelteksten. Denk niet alleen wat kan ik krijgen, maar wat kan ik geven? Als we gaan, wat zullen we geven? Geef ook aan persoonlijk, niet alleen aan de bediening, maar ook aan hun persoonlijk.
Marcus 14, Johannes 12. En het is een Bijbels principe om te delen met je financiën van de bedieningen waar je onderwijs van ontvangt. Dus als iemand vragen heeft, laat ze stellen. Dus de conclusie is dat de Bijbel ons leert dat bedieningen, woordpredikers, moeten dubbel beloond worden. Ze zijn een gave van Christus. Dus de concrete oproep die ik gewoon wil geven met deze teaching is: denk er regelmatig aan om bedieningen, voorgangers, predikers ook privé te zegenen. Nogmaals, natuurlijk, we bouwen de bediening, we bouwen de kerk, al die dingen, daar preek ik altijd over. Dit is de eerste keer dat ik hierover preek. Maar denk daar gewoon regelmatig aan. Maak gewoon af en toe een giftnaas over. Privé, zet erbij voor hun privé. Vraag om een rekening, geef het in een envelop. Koop iets voor ze. Eer gewoon die bedieningsgave, want het gaat iets vrijzetten op jouw leven. Het gaat iets vrijzetten voor jou. Als je in een kerk zit, maak je druk. Of dat de voorganger goed beloond wordt, goed verzorgd wordt, goed dingen geregeld worden. Dat hij goed spullen heeft als een telefoon, een laptop om mee te werken. Goede bureaus om op te zitten. Goed, gewoon dat soort dingen goed geregeld zijn. Maak je druk dat bedieningen die ontvangen worden goed beloond worden. En niet met een fooi of met een hongerbedrag naar huis gestuurd worden. En denk dus niet alleen wat kan ik halen, maar wat kan ik ook geven. Dat was het onderwijs voor deze week. Ik hoop dat niet te veel mensen eraan zat aangenomen hebben. Dat hoop ik vooral voor jezelf. Want het is gewoon een principe uit Gods woord. En nogmaals, daarom zeg ik ook, ik zie hem eigenlijk, op het moment dat ik het doe, word ik gezegend. Word ik gezegend, want het is het principe vanuit Gods woord. Dus God vraagt nooit iets van ons, zodat wij de slechter worden, maar ook dat we de zegen er juist zelf van ontvangen. Christel zegt, Tom, als een voorganger een vrouw heeft die een baan heeft en dus een maandelijks inkomen financieel, is het dan anders om een financiële zegening te geven? Nee, zegen, dan nog, die vraag krijg je ook wel eens. Heb je nog een baan ernaast? Alsof mijn, nee, zelfs, ik kan je voorbeelden geven dat ik mensen ontvang op mijn business school die letterlijk miljonair zijn. Die zijn miljonair. En alsnog zegen ik ze en geef ik aan ze. Omdat het is een principe vanuit het woord van God. Er staat nergens van, oh, als zijn vrouw al een baan heeft, dan hoeft het niet. Of als hij dit bedrag... Nee, het is een principe van het woord van God. Je zegent ze, je zaait, je eert ze. Dus je eert ze niet. Daarom, kijk, wij denken vaak in nood. Hebben ze het nodig? Gods koninkrijk werkt niet met nood. Gods koninkrijk werkt met eer. Dus soms komen mensen ook met een gift, weet je, pakken 50 euro. Heb je dit echt nodig? Ze willen dat je het uit hun hand... Nee, dan zeg ik, hou op maar, ik heb het niet nodig. Ik heb, weet je... Het gaat niet om nodig, het gaat om eer. God is een God van eer, geen God van nood. Jelle vraagt wanneer bij ons machtiging wordt afgeschreven. Dat gebeurt altijd in de week na de conferentie. Oké, dat was het voor deze uitzending. Bedankt voor het kijken. Sorry voor het hapering aan het begin. God zegen en tot volgende week.